Hallo guys, leuk dat jullie bij een nieuwe video zijn. Ik open de video vandaag met een lief vriendje in mijn armen, want hij is weer even bij me aan het mij, mag weer logeren bij mij. Dus ik open de video met onze grote vriend Swiss. Hé lieverd, of blijf je een beetje bij me liggen? Ja, dat kan natuurlijk ook, maar ik moet wel af en toe even wat pakken. Maar welkom bij deze nieuwe video. We zijn een beetje afgedwaald met Swiss. Je ziet hem af en toe waarschijnlijk nu in beeld met zijn hoofdje. Maar ik heb een pakketje die ik met jullie ga openmaken. Dat is deze. Ik hou hem even zo vast. Hij is van Josh V. Dus dan weten jullie dat maar. Aan de ene kant staat mijn adresgegevens. Dus vandaar dat ik hem zo vasthoud. Ik bestel eigenlijk bijna nooit wat bij Josh V, totdat ze op een gegeven moment Masha van Beauty Gloss en Josh V zeg maar een eerste planner uitbrachten samen. Want I love de Masha planner, dus ik denk, en sowieso die eerste zag er echt super tof uit en de tweede trouwens ook. Dit is de tweede Masha planner die ze uitgebracht hebben. Ik heb hem niet tijdens de eerste moment kunnen kopen, maar nu heb ik hem wel kunnen kopen. Dus ik ga samen met jullie gauw eens even kijken. En sorry als jullie ergens een dingetje, want ik heb hier een heel klein wondje zitten vanwege de kou. Maar ik denk dat het wel meevalt, dat het meer aan mij kan. Ik heb hier dan de... er staat verder volgens mij niet echt... Ja, maar dat hoeft ook verder niet. Gewoon even nog wat bepaalde informatie. En dan is dit de tweede Masha planner. Of de tweede Josh V Masha planner. Ik zal hem er ook even gewoon uithalen gelijk. Want in principe bewaar ik hem toch goed. En kan er toch niet zo heel veel mee gebeuren. Lig je lekker, schat? Hij ligt nog steeds op mijn schoot. Je ziet het niet, maar hij ligt hier nog steeds op schoot, zeg maar. Maar dit is de Masha planner. En ook, deze is vrij basic, simpel misschien. Maar hij ziet er wel heel tof uit. Het is een beetje een crème kleur. Met dus die detaildingen erop. En dan heb je hieronder heb je de Josh V en Masha planner onderstaan. En dan ben ik ook gelijk ook even benieuwd. Oeh, oh wauw. Dit vind ik heel tof gedaan. Dat ik dit super tof gedaan vind, is dat een beetje tekst. En dan heb je hier zeg maar een mapje waar wat kaarten, dit is 60D Money Channeling. Maar in principe kan je me ook gewoon gebruiken als een gewoon simpel notitieboekje. En dan zitten de letters er eigenlijk altijd bij die je gewend bent. Oh wauw, dit vind ik ook wel weer heel tof gedaan. Zie ik nu. En je hebt dan altijd bij de maanden verschillende van dit soort dingen. Ik weet alleen niet of... Ja, ga maar heel even daar, schat. Of dat overkomt, maar er zit dus een patroon. Ik weet alleen niet of dat op camera te zien is. Ik denk, ben bang van niet. Maar ook dus alles heeft dan weer, zeg maar, een andere kleur. En ja, ik moet gewoon heel eerlijk zeggen, deze Masha planner. Ik heb veel planners geprobeerd, alleen... Tot nu toe werkt alleen de Masha planner, zeg maar. En je hebt ook, zeg maar, nog maandstickers hierin zitten. Er zitten altijd nog een bepaalde dingen als een to-do en een andere stickertjes nog bij. En je hebt op een gegeven moment hebben ze ook hier nog blanco stickers in kleuren gedaan. En natuurlijk zoals altijd dit. Dus... Ik ben super blij ook weer met deze. Dit is er wel eentje voor in mijn voorraad, zeg maar. Want ik heb nu... Ik ben er nu in eentje bezig en ik heb de eerstvolgende voor de volgende al klaarstaan, zeg maar, om te gaan gebruiken. En al ingevuld. Dus dit wordt er sowieso eentje die voor nu, zeg maar, in mijn kast gaat met waar mijn planners zeg maar liggen voor nu. Maar I love this ook. Dus daar ben ik heel blij mee.
Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden om naar te kijken. Vergeet je niet te abonneren, dat is volledig gratis en dat doe je door de rode abonneerknop in te drukken. Doe een like achter en laat vooral een comment achter wat jij eventueel van een Masha Planner vindt of dat je het überhaupt niet kent. Dat kan natuurlijk ook, maar let me know in de comments. En dan zie ik jullie heel graag bij een volgende video weer.